Roxane Kneteman, die recentelijk in het huwelijksbootje stapte, heeft in de Friday Move van Wilfred Gené op de radio stevig uitgehaald naar Dylan Jezilgos, de lijsttrekker van de VVD. De voormalige wielrenster, bekend van haar optredens als bargast in Vandaag in voelt zich bedrogen en deelt haar spijt over haar stem op de VVD, een geluid dat we eerder hoorden van Helene Hendricks en René van der Gijp. Met onverholen teleurstelling spreekt Roxane haar frustratie uit: ja, ik ga het gewoon zeggen. Ik heb VVD gestemd. En ik stoor me kapot aan mijn weggegooide stem. Ze bekritiseert Dylan Jezilgos en vergelijkt haar zelfs met een kleuter: je stemt op iemand omdat je vertrouwen hebt in iemand, wat ze uitstraalt, wat ze zegt, en dat vond ik echt voor de verkiezingen heel goed, maar dan kijk ik woensdag naar de tv en dan denk ik echt: heb ik mijn stem gegeven aan een kleuter? Heb je gezien hoe ze deed? Roxane ergert zich aan de non-verbale communicatie van de politica, zoals te zien in een videofragment dat ze aanhaalt. Ze vindt het heel irritant en suggereert dat dergelijke optredens het vertrouwen in de politiek verder ondermijnen. Toen ik er woensdag naar keek, dacht ik zelf wel van, geloven ze zelf nog dat ze nader tot elkaar komen? Dat non-verbalen naar elkaar toe straalt niet echt veel uit. De voormalige wielrenster lijkt teleurgesteld in de keuze die ze heeft gemaakt en de impact ervan op haar vertrouwen in de politieke vertegenwoordiging. Dylan Jezilgos was nog niet zo lang geleden te gast in Show News, maar lijkt nu onderwerp van kritiek te zijn geworden.